houden. Jij ook, Francis? Einaudi? Einaudi, die komt volgende week. De muziek van Einaudi. Hoor je dat? Dat is zo mooi. Ik ken het uit de film. Maar goed, we zijn helemaal niet klaar, hè? We moeten hier nog een geweldige Clairstange horen gaan brengen. Want alle muzikanten hebben zich natuurlijk voorbereid. Maar eentje in het bijzonder, dat is Lucia. Lucia heeft vandaag dwarsfluit leren spelen bij ons in de masterclass. En de lippen zijn weer rood gestift, dus volgens mij is ze er klaar voor. We gaan hem erbij halen. Lucia Kiel! Ja, je speelt al lang dwarsfluit, toch? Nou, ik moet zeggen, ik heb ooit mijn eerste noot leren lezen op een dwarsfluit, maar toen was ik 6. Dus het is een hele lange tijd geleden. Maar ik had toch een beetje een sentimenteel liedje en ik werd eigenlijk gestrikt via Jelle. Bedankt Jelle. Nou, ik wil hem echt bedanken, want het is gewoon heel gaaf dat jij gewoon in een uurtijd heel mooi hebt leren spelen. Ja, dat moeten we nog maar afwachten. We hebben alle dingen gehoord en ik heb er heel veel vertrouwen in. Jij gaat gewoon helemaal shinen met al deze geweldige muzikanten. Je moet wel even de eerste greep goed hebben. Jan doet ze dan weer goed. Krijg ik duimpjes van Jan. Jan zegt ja, de vingers moeten eraf. Waar moet je nog meer op letten? De mondstand is toch best ingewikkeld, kan ik je vertellen. Ik denk gewoon blazen op de fluit, dat doe ik even. Maar dat is toch niet... Hoe is de mondstand dan? Ja, alsof je over een bierflesje heen blaast eigenlijk. Ja, dat weet ik wel. Nou, dat weten we allemaal hier wel. Dus dat gaan we laten zien. Hou die dwarsfluit daar. We gaan luisteren naar de clash van al deze topmuzikanten. Want wat was het een feestje. Ik wil nu alvast even applaus, want het is gewoon een hele gave virusuitzending geweest. En de radio4.nl/muziekvirus. Dit was de uitzending voor deze week. Ik vind het jammer, het is alweer afgelopen, Francis. Wat gaat het snel? Het gaat jij doet het zo snel. Goed, hè, Vivien. Ik vind jou echt een topper. We gaan hier nog even door met al deze geweldige muzikanten. Maison de Malheur gaat nog verder spelen. En hopelijk zien we jou volgende week weer bij Virus. Yeah.